Ta-da! Superleuk dat je een kijkje komt nemen op mijn YouTube-kanaal. Ik heb ondertussen een weekje rust gehad en dat vond ik toch maar saai. Dus ik dacht, ik begin gewoon een YouTube-kanaal. Ik ga lekker vloggen over alles wat ik meemaak zo na K3's op K3. Maar ook natuurlijk over zingen en dansen, want ik ga zeker niet stoppen. En ik vind het ook heel erg leuk om te presenteren. Dus, nou ja, waarom niet beginnen met vloggen? Zoals jullie zien is mijn haar nog steeds rood. Maar vandaag ga ik even op en neer naar België om mijn rode lokken weer terug te verven naar mijn oude kleur. Van rood terug naar bruin. Ondertussen ben ik in België aangekomen en ik sta in de file. Maar goed, ik ben er over 20 minuutjes en dan lekker naar de kapper. Yes! Nou, blijkbaar dacht ik net dat ik iets aan het filmen was, maar ik heb echt een super lelijke foto gemaakt. Het was niet zo heel erg veilig om te gaan filmen tijdens het rijden. Maar ik ben veilig aangekomen en nu ga ik snel naar binnen. Want mijn haar is ook super vet. Ik heb het niet gewassen, want ik heb me laten vertellen dat als je je haar vies en vet hebt, dat het dan beter is om te verven. Dus nu hoop ik dat het waar is, want als het niet waar is, dan heeft de kapper dus heel vies haar. Hallo! Dit is Kirsten en jij gaat mij weer terugmaken naar mijn oude kleur. Ja, inderdaad. Wordt dat lastig? Nee? Ja, perfect. Oh, top. En ik had dus gehoord dat als je haar niet wast, dat je dus met vies haar naar de kapper gaat, dat het beter is om te verven. Dus dat kan ik wat. Dat speelt niet. Nee? Nee. Wat zou je adviseren? Wel je haar wassen voor nee, je Nee, dat is in principe niet nodig. Nee, echt niet. Ook dan niet als je dat met het wassen dikwijls de hoofdhuid gevoeliger maakt, maar achteraf het product erop te zetten. Okay. Dat is niet nodig. Oh. Dat is geen probleem. Goed om te weten. Dus. Ja. Nou, top. Perfect. Veel plezier. Nou, ik zie er heel charmant uit. Dit is nog rood en de rest er zit al bruine verf in. En Kirsten is even een nieuwe verf aan het maken, want mijn haar is blijkbaar nog steeds zo lang dat het een nieuwe verf nodig heeft. Dus dan gaan we weer met verf. Zo, dat heeft een half uurtje ingetrokken. En nu is het tijd om naar de wasbak te gaan. Helemaal donker. Gewoon, het is weer mijn oude kleurtje. Super, dankjewel. Graag gedaan. Mijn haren zijn weer mooi bruin. En nu is het tijd om weer een lange weg af te leggen terug naar Nederland. Maar het was wel heel leuk om heel eventjes in België te zijn. Ik had het stiekem al een beetje gemist. Okay. Hey, super bedankt. Graag gedaan. Ik ben echt heel blij. Met mijn mooie haren. Fijne avond. Tot ziens. Doei. Doeg. Hey, doei hè. Bedankt hè. Doeg. Oepsie, ik zat zo in de camera te kijken dat ik gewoon niet door had dat er een afstapje was. En het is ondertussen pikdonker. Dat zie je ook wel, want mijn camera ziet volgens mij helemaal niks. Zo. Oh, dat is leuk. Het lichtje in de auto gaat ook niet aan, dus het is echt pikdonker. Oh, sorry. Oh, ik ben hier zo nog niet goed in. Ik moet nog zoveel leren. Maar ik vind het wel leuk om dit zo allemaal op te nemen. Het is hilarisch. Ik denk dat ik echt zo meteen heel veel lol heb als ik thuis ben en als ik dit allemaal ga terugzien. Hoe erg ik aan het klungelen ben met die camera. Ik hoop dat dat wel een stukje beter gaat worden en ik hoop dat jullie het me vergeven dat dit ook allemaal nieuw voor me is. Nou, ik ga weer terugrijden naar Nederland. En ja, dus dat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even weten in een comment hieronder wat je ervan vond. En als je nog leuke ideeën hebt, laat het zeker weten. Want ik ben heel erg benieuwd wat jullie er eigenlijk van vinden.
Ik heb nog heel veel leuke dingen op de planning staan. En daar wil ik jullie natuurlijk zeker mee naartoe nemen achter de schermen. Zo heb ik binnenkort een fotoshoot voor een kledingmerk. En ik ga natuurlijk aanstaande vrijdag 20 november in de Raad van 10 bij het nieuwe live programma Mind Masters op SBS6. Daar wil ik jullie natuurlijk ook alles over laten zien. Dus dat zul je zeker voorbij zien komen in mijn volgende filmpjes. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En oh ja, je moet je natuurlijk abonneren. Of nou ja, dat zou ik leuk vinden. En ik denk dat die knop hier zit. Hier. En natuurlijk een hele dikke kus voor jullie. Mwah.